Dit is de meditatie van Marja Hoefsmit. Ik probeer elke keer een nieuwe meditatie neer te zetten, omdat het zo belangrijk is om jezelf beter te leren kennen. Ik merk dat de meditaties vrij hoog qua energie zitten, waardoor je ook makkelijker bij een stuk van jezelf kan komen en dat kan verkennen. Vandaag gaat het over je innerlijke paleis, je innerlijke tempel. Oké. Ga gewoon even rustig zitten. En let op je ademhaling. Probeer die rustig te maken. En adem heel diep in en uit. Doe je schoenen uit. Want dat is gewoon lekker makkelijk bij de meditatie. Ik wil je vandaag meenemen naar het bos. Kom je mee. En als je nog niet ertoe bereid bent, zoek je eigen tempo op. Het is belangrijk dat jij het ervaart zoals jij het zou willen. We komen in het bos aan. Een hele grote bomen wuiven met de takken en de bladeren je al tegemoet. Het gaat erom dat jij contact kan maken met de bomen. En hoor maar, er is al een boom die jou roept. Ga maar naar de boom toe. Kijk eens wat voor een boom het is. Ga het gewoon even aandachtig bestuderen. Dit is de boom waar jij je veilig bij voelt. Dit is de boom die met jou wil communiceren. Ervaar de wisselwerking van energie. En misschien zijn er wel vogels in de boom die je al van ver tegemoet fluiten. Word één met de boom en zet je handen op de bast van de boom. Voel hoe de boom vanuit een heel diepe laag ademhaalt. En jou vanuit het leven wil ontmoeten. De ademhaling van een boom is veel trager dan dat van ons. Maar je kan het voelen. En het kan je rustig maken. Daar, bij het open veld, zie je een hert staan. De hert is niet bang, is ook niet bang voor jou. De hert kijkt via zijn ogen, via zijn hoewel die recht toe kijkt, kijkt hij zich schuin toch ook naar jou toe. Hij doet net alsof je er niet bent.
En dat hij gewoon zichzelf mag zijn. Voel het hert. Het is een hele stille energie, maar wel vol verwondering en vol in het bewustzijn van het leven. De hert en het bos worden één. En de zon schijnt op zijn hoofd. Het hert, wat anders heel erg schuchter is, voelt zich rustig en voelt zich geaccepteerd in de omgeving. Het kijkt je aan, maar geeft ook ruimte om jezelf te ervaren. Het hert neemt je mee naar een open plaats in het bos. Ga naar die open plek en ga daar staan op het punt dat het hert je aanwijst. Stroom mee met de vibratie die dan ontstaat. Je zal zien dat de aarde je even iets opzuigt en daarna verwelkomt om één te worden met de plek. Er ontstaat een bron van licht die zich rondom je heen verspreidt. Ervaar de energie die aan jou gegeven wordt. De energie wekt je op en zorgt dat je vrolijk wordt. Het is ook een oude plek die jij je herinnert in je omgeving, die jij herinnert in je gedachten. Het is een secret place, een geheime plaats die al lang op jou heeft gewacht. Het brengt je in een stroomversnelling van licht. Het brengt je in een stuk acceptatie dat heel diep in je zit. Ga mee. Ga mee met de kracht die je geboden wordt. In dit geheime plekje is het belangrijk om naar je kern toe te gaan.
om je eigen ik te accepteren. Ik ben. Er zal een communicatie tot stand gebracht worden. Jij gaat met deze plek in contact. Jij gaat deze ruimte zelf aankleden. Met symbolen en dingen die bij je horen. Met symbolen die je helpen om in je kracht te staan. Misschien krijg je nu op dit moment ook wat van die symbolen door. Het zal je helpen om je eigen kracht te verkennen. Het zal je helpen om de eenheid in jouzelf te vinden. Ik ben. Ik doe. De energie wordt krachtiger. En je merkt dat je heel stevig je voeten op de aarde zet. Alle strubbelingen voeren weg. Alle stress zal er niet meer zijn. Jij ervaart jouw bijzondere ik op deze plek. De aarde wil jou graag een symbool meegeven. Het kan een zaadje zijn. Het kan een blad zijn van een boom. Jouw symbool. En het zegt erbij wat jij mag gaan doen, je kracht mag ervaren. Als jij behoefte hebt om te communiceren met de natuur, zal het je helpen om het duidelijk te maken, kenbaar te maken. Voel de eenheid die er nu ontstaat met je omgeving. Voel de eenheid met alles wat leeft en alles wat mag groeien. Jij bent één met de natuur. Ervaar de kracht die de natuur met jou wil delen. Ervaar de groeikracht van alles wat op aarde mag groeien. Ervaar de openheid, eerlijkheid, die jou helpt om je eigen ik te verkennen.
en de energie van de natuur ook toe te laten. Laat het stromen. Weet dat je altijd weer terug kan gaan naar deze plek. Vooral als jij wil creëren. Of als jij wil communiceren. De plek zal altijd openstaan, zodat jij daar naartoe kan gaan. Neem het symbool aan dat deze ruimte met jou wil delen. En weet dat je altijd weer terug kan naar deze plek. Oké. Dit was de meditatie. Doe langzamerhand de ogen weer open en neem een slok water.